kare shikayat. Ja, lieve mensen, inmiddels 4:05, 2 minuten later. En ik heb meneer Ruben Ravenberg aan de lijn. En meneer Ruben Ravenberg is RVC-lid bij de SLM. En we gaan vandaag stilstaan bij de perikelen bij SLM. Die er zijn en waar toch wel heel veel mis blijkt te zijn. Meneer De Haan is gevlucht naar Nederland. Nu treedt hij in de publiciteit via de media hier in Nederland. Van meneer Pronobis is er horen we dat hij of het land uit is of het land in is. Daar is geen duidelijkheid over. Van Zafir, Jasrun weten we. Ik weet niet, ze was op Miami, ik weet niet of ze terug is, maar ze heeft inmiddels ook, heb ik begrepen, per brief haar ontslag ingediend. Een hoop gedoe in die organisatie. En de vraag is of vertrouwen die op dit moment behoorlijk geschaad wordt, of dat nog te herwinnen was. Maar goed, over dat soort zaken gaan we het hebben met meneer Ruben Ravenberg, lieve mensen. Meneer Ravenberg, goedemiddag, welkom in de uitzending. Yes, goedemiddag en ook goedemiddag aan de luisteraars. Dank u wel, fijn dat we u vanmiddag kunnen spreken. Meneer Ravenberg, wat een gedoe hè, in die organisatie, waar u RVC-lid van bent. Hoe lang bent u al lid van de RVC? 30 januari. 2022? Jawel. Ja, dus nog niet zo lang geleden. Nee, nog niet zo lang geleden. Ja, oké. Ik neem aan dat u toch wel met heel veel plezier aan die klus bent begonnen, want u bent voorgedragen door de ABOP om in de RVC plaats te nemen. Wiens positie heeft u toen ingenomen? Op wiens plaats bent u gekomen? Ik denk ik ben op de plaats van de heer Cairo gekomen, die had bedankt. Ja. En ik kwam ook in een uitdagende situatie, omdat het bedrijf in problemen zit en men heeft me gevraagd vanwege mijn kennis. Ja. Ik ben bedrijfskundige, gepromoveerd. Ja. Dus om te helpen. En ik heb het met alle plezier aanvaard om het wel job te doen. Ja. You bent the right man on the right place. Ik denk het wel. Ja, ja. Is in diezelfde tijd ook mevrouw Jesrun binnengekomen of was ze daarvoor? Nee, zelfde tijd is mevrouw Jesrun, de heer Sjogobin en ik zijn op één dag toegetreden. Ja, dacht ik ook. Oké. En mevrouw Jesrun werd gelijk gebombardeerd tot president-commissaris. Ja, daarvoor was ze binnengehaald. Ja, want wat verschil tussen u en mevrouw Jesrun? Ah, ik weet het niet. Ik ben een deskundige op mijn vakgebied, dus ja. Haar... Je hoort dat ze luchtvaartdeskundige is en anderen twijfelen eraan. Ik heb een tv van haar hebben gekregen, even doorgenomen, maar ja, dus dat is het. Ja, oké, maar u zegt van ik heb niet zaken op haar cv teruggevonden waarvan ik denk van goed dat zij het geworden is en ik niet. Want als ik u zo beluistert. Eigenlijk, ook bij mij, een cv is... Wat je eigenlijk hebt gedaan, is een verschil met wat je kan doen. Ja. Dus dat is een verschil van een cv. Ja. Dus zo kijk ik meer naar een cv hoor. Ja. Dus een cv is mooi om te kijken. Ja. Wat je werkelijk kan doen, dat gaat de organisatie helpen. En dat is men nodig. Ja, iemand die toch wel in de praktijk met dat beltje gehakt heeft, hein, zegt u. In een organisatie. En ook niet zomaar hakken, maar ook op de juiste... effectieve en efficiënte manier. Ja, want u heeft een achtergrond bij de SWM, klopt dat? Ja, ik ben bij de SWM achtergrond. Mijn carrière gestart bij de Billiton. Ja. Daarna ben ik naar de Steel. Ja. Daarna Heineken Suriname. Ja. En daarna SWM. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, SWM, daar was u ook lid van de Raad van Commissaris, hè? Of directeur. Nee, SWM was ik, ik ben nog steeds in het management daar. Ja. Staflid, daar ben ik staflid. Ik heb een hele, bijna 7,5 heb ik gefunctioneerd als manager van regio Oost, district Marowijne. Ja, en dat bent u nog steeds? Nee, nu zit ik in Saramaka, district Saramaka, meer in een adviserende rol. Ja. Maar het diensthoofd daar, want ik ben in juni 2016 teruggeroepen vanuit Marowijne. En sinds... Ja. Een half jaar gewerkt op planning en daarna vanaf 1 januari 2017 zit ik op in het district Saramaka. Ja,
Ja, stond u ook niet op de lijst om directeur te worden van SWM? Ja, ik had mijn behoefte aangegeven dat ik graag vind, maar ja, de politiek heeft... Uiteindelijk is het de politiek die bepaalt en daar ben ik gewoon buiten de boot gevallen. Ja, ze hebben u tenminste, er is een andere keuze gemaakt. En dat is... Ja, er is een andere keuze gemaakt, maar we moeten daarmee leren leven. Ja, ja. Dus geen man overboord. Nee, maar was dat een betere keuze of zegt u nou, het is dat hij een sterkere politieke achtergrond heeft? Nee, die beoordelen laat ik gewoon aan andere mensen over om te kijken of het de juiste keuze is. Meneer Ravenberg, ik ken u als een man die heel scherp toch wel... toch? Die keuze... Ja. Ik ben niet iemand die mezelf in die pakket om op te nemen of af te breken. Dat laat ik aan derde over. Oké, prima. Maar goed, u heeft wat ervaring in het managen van een organisatie, hè? Is dat met te vergelijken met de complexiteit van een luchtvaartmaatschappij? Als je ervaring hebt en dan kan je bepaalde zaken beoordelen. Ja. Want het blijft gewoon in topmanagementpositie. Ja. Daar kom je niet zo vaak meer uit de uitvoering. Het blijft gewoon een pennootschap die gerund moet worden op basis van het nemen van de juiste besluiten. Ja. En wat, voor de luisteraars en voor mij, wat is nou precies de taak van zo'n RVC? Wat is de opdracht aan een RVC? De opdracht van het RVC is dat je controle uitoefent op het beleid dat door de bestuurders, laten we zeggen de directie, wordt uitgevoerd en dat je daar controle uitvoert om te zien... Ja. Of wat ze uitvoeren in lijn zijn met de gestelde doelen van de onderneming. Ja. En is dat periodiek of is dat één keer in het jaar of is het dan... Periodiek. Je hebt vaste vergadertijden die vastgesteld zijn. Ja. En je hebt midden waarbij wanneer het belangrijke besluiten moeten worden genomen. Ja. Dat de raad dan bij elkaar komt. Soms uit de raad zelf, maar soms ook op verzoek van de... bestuurders, dan komen we bij elkaar. Ja. En dan wordt op die tafel de besluiten genomen over... We nemen besluiten nadat iedereen, of de directie iets wil hebben, dan moeten ze ons motiveren, voor ons goed motiveren. Ja. En dan komt iedereen met zijn inzicht. Ja. En het prettige is, als je een besluit kan nemen op basis van consensus, dan op democratische wijze dat... Ja. Meerderheid bepaald. Ja, duidelijk. De regel was consensus of meerderheid? Ja, het is meerderheid, maar meestal wil je graag consensus. Ja. Want kijk, ik zit ook bij de raad van de Centrale Bank van Suriname. Ja. En daar werken we heel prettig. Alle besluiten die we daar tot nu toe hebben genomen, is op basis van consensus. Ja, oké. Okay. En daar heb je een team. Ja. Ja. Die is letterlijk een team, die RVC daar. Prettig werken daar. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat SLM nu in een moeilijke, kritieke vaarwater is terechtgekomen. Zou dat betekenen dat u daar schuldig aan bent? Nee. Ik ben niet daar schuldig aan. De SLM is vanwege het beleid in de afgelopen decennia in moeilijke vaarwater gekomen. Ja. En wij zijn als team hier gekomen om het bedrijf te redden. Ja. Helaas hebben we sinds het begin gemerkt dat er dubbele agenda's spelen. Als ik u ga zeggen dat we bij de aandeelhouder de regering is, er is een herstelprogramma. Ja. En los van de president-commissaris heeft tot en met het moment dat ik hier met u spreek, geen enkele RVC-lid het herstelprogramma onder ogen gehad. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Ik bedoel, dat is een vraag die iedereen zich stelt. Ja. Maar ik bedoel, als we het hebben over de structuur, hè? Ik bedoel, de president, die is aandeelhouder. En dan heeft hij natuurlijk belang in die organisatie. Maar als het gaat om aansturing, dan is hij toch op een afstand. Dan is het de RVC, die uiteindelijk gaat over de koers, de richting, de strategie, de plannen. Mogelijk dat je dan in tweede instantie dat ook voorhoudt aan de aandeelhouders, maar toch niet omgekeerd. Ja. Dus we zijn daar geweest, het was bij de aandeelhouder op 21 mei. Ja. En toen heeft de minister Ramdien gezegd van
hij gaat het herstelplan kan niet met hele raad gedeeld worden, want er zijn confidentiële informatie. Dus. Ik heb geweigerd om het te accepteren. Ja. Omdat ik heb duidelijk aan gezegd van het kan niet door de buikel. Ja. Dat de hele raad, er is iets en niet vertrouwd, maar een deel van de raad. Want die krijgt dan dat een deel van de raad dan als het ware ja. zich verheven zou voelen. Ik heb ze ook gezegd van laat de onderdirecteur financiële zaken ook in het crisismanagement team zijn, want je hebt de directeur genoemd en de president-commissaris. Ja. Eigenlijk zou je feitelijk de president-commissaris dan moeten ontheffen als president-commissaris, want de slager kan haar eigen vlees niet keuren. Nee, precies. Dus als je minder financieel, en men heeft daaraan ook geweigerd. Ja. Ik heb toen op 21 mei ja. heb ik ernstig geprotesteerd tegen die gang van zaken. Ja. Ik heb hem toen gezegd van sorry. En op 27 mei, 6 dagen daarna, hadden we onze reguliere dingen, vergadering. Ja. Daarin heb ik ze ook gezegd van, ik lees voor u hier uit mijn notulen. Ja. Lid Ravenberg zegt dat hij spijt heeft dat hij toestemming heeft gegeven tot het vervreemden en bezwaren van onroerend goed. Dit naar aanleiding van hetgeen minister Ramdien gezegd heeft op de RVC-vergadering van 21 mei jongleden. Het is voor hem duidelijk dat de minister een deel van de raad vertrouwt en een deel niet. Yeah. Hij zegt verder dat de SLM een bedrijfsmanagementprobleem heeft. Ook al worden alle bezitten van de SLM verkocht, de SLM wordt toch niet gered. Hij zegt dat de uitspraak van de minister hem pijn gedaan heeft en dat hij dat niet accepteert. Het gebeuren dingen die de raadsleden niet weten. Ja. Na dit gezegd te hebben, heb ik de vergadering daar meegedeeld dat ik niet meedeeld heb aan deze vergadering. Ja. En toen ben ik vertrokken. Want het zat, want ik zag er mee omdat ja. een verantwoordelijke regering kan dat niet doen op nee, dat moment om te zeggen. Ja. Er is een herstelplan en er zijn, wat zijn die confidentiële dingen tot nu toe? Ja. Wat zijn ze? Ja. Meneer Ravenberg, is er niet een statuut, een reglement, waarin geregeld is wat de bevoegdheden zijn van de Raad van Commissarissen en wat de verplichtingen zijn? Ja. Er is een statuut, ja. Ja, en daar staat toch duidelijk van hoe dat proces van besluitvorming dient plaats te vinden. Zeker weten dat de Raad betrokken moet worden, want wat doen ze? Ja. Met uitvoeren van het herstelplan. Ja. Wanneer er zaken moeten gebeuren die de raad moet tekenen, heeft men wel de hele raad nodig, ja. Ja. Maar wij weten niks wat er staat in het herstelplan. Ja. En u moet weten wat er nu is gebeurd binnen de SLM, is het feit dat de raad van commissaris niets weet over het herstelplan. En daarom heeft het, ik zeg het, die crimineel Paul de Haan geslaagd te slaan en weggevlucht uit dit land. Yeah. Want ik zit met documenten hier. Yeah. Waar Paul de Haan verschrikkelijk heeft gefraudeerd ten eigen baten. Ten eigen baten. Wat bedoelt u daarmee? Ten eigen baten? Gaat u gang. Neemt u de tijd. Gaat u. Okay. Ja. De heer Paul de Haan. Ja. Heeft nooit zijn contract gegeven aan de financiële afdeling. En wat heeft hij gedaan? In zijn contract staat hier, ik heb zijn contract. Zijn contract, zijn persoonlijke contract, zegt u. Ja, met de company. Ja, dan moet hij weten wanneer hij daar bepaalde dingen zit te vertellen. Ja. Hij heeft recht op huishuur in Suriname hier voor maximaal €2.000 per maand. Zo. En als het bedrag daarboven is, moet hij het verschil terugbetalen aan de SLM. Ja. Al die tijd die hij hier is, heeft hij gewoond in een huis waarbij het bedrijf $3,250 elke maand moest neertellen. Zo. Hij heeft nooit het verschil terugbetaald. Oké, dat is inderdaad. De heer Paul de Haan staat hier in zijn contract. Ja.
dat, luister je goed. Ja, we luisteren. Partijen komen met elkaar overeen dat in artikel 7.1 genoemde bruto maandsalaris van 11.300 euro per maand, exclusief 8% vakantiebijslag, onder alle wettelijke verplichtingen wordt uitbetaald in de tegenwaarde in Surinaamse dollar. Ja. Wat deed Paul de Haan? Paul de Haan factureerde 50% van zijn salaris hier, conform wettelijke dingenkoers, ja. Dat is 5.650 euro. En het andere deel van zijn salaris, ja. Dat is 5.650 euro. Die factureerde hij via zijn eigen bedrijf, El Gallo Holding BV, bij onze afdelen in Nederland. Ja, ja. En, maar ja. Wat deed hij erbij? Ja. Want in zijn contract staat duidelijk, hij nam 8% pensioenopbouw over die gehele som van 11.300. Ja. En ook 8% vakantietoelage elke maand van zijn loon. Komt er bovenop. In zijn contract staat duidelijk dat hij zijn vakantietoelage loopt van 1 mei tot 30 april en bij de uitbetaling in mei, elke maand mei moet hij zijn vakantiegeld krijgen en dat is 8% van zijn jaarsalaris. Ja. Maar op vakantiegeld heb je een aparte belasting die je betaalt, is hoger dan zijn normale loon. Ja. Dus hij nam elke maand die 8% vakantiegeld mee over die 11.300 euro. En die 8% pensioen, dat is dan 1808 euro. Ja. Hij telt beide bedragen op. Hij komt op 7.458 euro. En daarop zet hij 21% BTW. Net als El Gallo Holding werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de SSLM. Ja. Wat niet waar is. Nee. Wat niet waar is, en kijk ook in de maand, want hij had ook recht op verhuizing van 5.000 euro. Ja. In de maand augustus verleden jaar, heeft hij dat gefactureerd en ook 21% op BTW erop gezet. Waardoor feitelijk alles wordt op te rekenen via El Gallo Holding gestort dan. Dus wat hij hier betaalt aan pensioen, fraudeert hij daar om het, via Nederland is het betaald. Vandaag heb ik met die man van Nederland gesproken. Ja. Hij heeft nooit een contract met El Gallo gehad. Hij kreeg rechtstreeks die opdracht van Paul de Haan om dat geld te storten. Ja. Management fee. Dus die man was als het ware ook nooit. Dat het geld ging naar een rekening van dingen van Paul de Haan. Zo gevaarlijk geraffineerd is Paul de Haan. Ja. Die nu op al die stations daar zit rond te brengen. Wat zit er in problemen hier? Hij brengt vrienden hier naar binnen. Ja. Die hij gewoon 3000 euro per week betaalt. Dat is de SLM in problemen. En wij hebben gevraagd toen aan de president, commissaris. Maar wat zijn die mensen komen doen? Ja, dat. Hoe worden die mensen dan betaald en al die dingen? Ja, die man is niet betaald, want de OD Finance weigert om die man te betalen. En als we naar Finance gaan, het verschil tussen indiening en uitbetalen is maar 5 dagen. Dus we zijn gewoon letterlijk misleid door die twee. Om de tuin geleid, zo'n beetje. Om de tuin geleid, ja. Ik heb ook dingen hier. Ja. Toen we het pand in Rotterdam verkochten, was het de bedoeling om een vliegtuig te infaseren. Ja. Paul de Haan heeft zonder toestemming van de RVC een projectrekening geopend buiten de hele RVC om in Amsterdam. En via die rekening heeft hij die betalingen gedaan naar al die mensen. We hebben taxateurs hier in Suriname die we betalen om werkzaamheden hier te doen. Nog geen 2000 US. Ja. Hij haalt taxateurs uit Nederland. Totaal 55.000 euro. Die moet dan binnen hier komen met vrijticket.
Maar dat pand staat hier in Rotterdam en hij gaat taxeren voor 55.000 euro. Zo zijn andere zaken hier komen taxeren in Suriname voor de FLM. Oké. Okay. Waar wij taxatie, ja. Waar wij vele taxateurs hier hebben. Ja, ja, ja. En die taxateurs hier vragen, ik heb rekening vast gezien, dat is nog geen 2000 US. Ja. En dan haal je bedrijven zonder in deze moeilijke periode geen enkele tender en al die dingen. Ja. 55.000 euro. Ja, maar goed, u had toch op de rem kunnen trappen, meneer Ravenberg? We wisten die dingen niet, pas nu uitgevlogen, want wat is er uitgekomen? Ja. Doe van de betaling aan voor een hoop, die zitten. Ja. We hebben gevraagd in een RCC-vergadering aan de presscom. Ja. Wordt voor een hoop die zitten betaald voor zijn werk? Bijna nee, want een week geleden heeft Leo persoonlijk aan Paul gevraagd. Paul, ik heb informatie dat je beslisser betaalt. Hij zegt nee. En we schrikken wanneer we dan via social media overmakingen zien naar pronoot beslisser zonder medeweten van de raad. Ja. En welk geld heeft hij gebruikt? Dat geld van de verkoop van de pand in Rotterdam. Ja. En daarbij is dat ding gaan bossen, dus nu hij weg is, was hij bezig met een onderzoek, de auditcommissie. Ja. Zijn we al deze dingen tegengekomen, hij deed dingen samen met Pronoud Bisser en de president-commissaris, zonder medeweten van de raad. Ja. Weet je dat hij ook met onze gearresteerde notulen en dingen, raadbesluiten weg is gevlucht? Hij heeft ze allemaal meegenomen. Ja, die map was hier op directiesecretariaat. Heeft allemaal meegenomen naar Holland. Ja, dat is diefstal, toch? We ontbreken al die stukken, omdat daarin zit er bewijzen. Hij is gevlucht met telefoon van het bedrijf, laptop van het bedrijf, 2 creditcard. Die hebben we laten blokkeren. Ja. Vanmorgen zat ik te kijken naar die creditcard. Stelle Pronobisser gaf hij creditcard van het bedrijf om uitgaven te doen. Uitgaven die niks te maken hebben met de FLM. Ja. Ik zie dat men basketbalwedstrijden is gaan kijken. Ik zie dat productbeslisser ergens in een, hoe heet het, een kledingwinkel inkopen heeft gedaan voor bijna 900 US. En dat allemaal in Suriname of in het buitenland? In het buitenland, met die creditcard van de FLM, dat nota bene als productbeslisser weggaat, krijg hij gratis ticket. Ja. Hij krijgt handgeld. Ja. Handgeld hier van de FLM. Ja. En dan krijgt hij nog een creditcard om daar te rommelen. Ja, en wat deed hij in het buitenland? Op al zijn dingen was het namens de FLM, maar die resultaten hebben we nooit gezien. Ja. Het toch hard. Ja, ja. Ik zit hier met een hele lijst. Ja. Aan ticket. Ja. Die, want wat hij daar heeft gegeven in zijn interview dat RVC-leden. Dat is een van de grootste leugen van Paul de Haan. Ja. Alleen verleden jaar zijn er 2 dienstreizen, 3 dienstreizen van dingen geweest. Van RVC-leden. Ja. Eentje heeft gecombineerd dienstreis en privé. Dat alleen, maar wat hij zegt, als je kijkt hier, een lijst met namen van vrienden die hij gewoon gratis ticket geeft. Ik kan wat namen, laat me wat namen voor u, laat dat die mensen weten wat er hier gebeurt. Ja. Ik zie hier Rajender Prasad Bundi, Robbie Bundi, Ramkelawan Bundi Karla, heel wat namen, Basant Kumar Shati, niemand van de SLM, ik zie hier Maximilian Smit, zijn allemaal Ivers Kopkens. Je ziet hier Pronoud Bisser, Darlam Hulasi. Ik zit hier met een lijst van, laat me zien, in totaal. Ik zit hier met een lijst van, ik ga het u zeggen, voor de periode dat de Haan is. 87 tickets die hij gratis heeft weggegeven. Ja, in de periode dat hij daar zit. In die periode dat hij daar zit, de laatste is 10 augustus. Ja. En één van ze, dat was een enkel reis terug van een RVC-lid die op vakantie was gegaan. Ja. En toen dat ding begon.
Maar voor de periode dat Paul de Haan hier zit, en het loopt van 22 februari 2001 ja. tot en met 10 augustus dit jaar, heeft hij 87 tickets weggegeven. Daar heb ik nog geen tickets geteld. Die hij onder andere waarop hij, we laten het wel zeggen, hij had recht erop van zijn vrouw en zo. Bepaalde kunnen die mensen niet zien. En als je bepaalde weg gaat, kom je, ik had dat met die dames, ga je gewoon zeggen 83 tot 85. Gewoon voor mensen. En wat het gevaarlijke is, als hij die mensen die tickets geeft, is het geen probleem. Maar die taxes en al die dingen worden niet betaald. De SLM moest ze betalen uit andere tickets verkopen. Yeah. Het was gewoon voor... Ik zie hier van Nederlandse taxatie en adviesbureau. Ik zie hier Paulus Blees en Frank Buis die gratis hier komen. Maar we betalen de company. We betalen die man zijn company. Al voor duizenden euro's. En die man kan gewoon gratis hier. Op gratis ticket van dingen. Van Paul de Haan. Ja. Ik mag u zeggen, Paul de Haan was gewoon een crimineel die hier staat met zijn eigen dingen. Ja, maar met medecriminelen, want die namen die u noemt, wat voor belang hadden ze? Waarom kreeg... Ze hadden geen belangen hier. Het waren zijn vrienden die hij belt. Ja. Hij gaat naar golfclub daar iets organiseren. Ja. En na maanden die hij rekenen in, golfclub hier, waar hij bedrijf gewoon 3000 zoveel US daar moet gaan betalen. Voor zijn alcohol, ben daar met zijn vrienden. Ja. We hebben hier een residence in, waar we gasten zetten. Gasten. Ja. Hij gaat gewoon zijn vriend daar, ik begrijp eigen, en daarmee zitten we nog. En hij gaat een huis huren voor 1750 US. Zonder dat we daar belang hebben, maar we hebben residence in. Ja. Ja, ja. Ja, kortom, dat zijn de uitgaven die onnodig gemaakt zijn, terwijl de maatschappij voor grote problemen zat. Dat is het, daarom zeg ik, heb hart. En we hebben gehoord, hij is via de heer Robbie Boon die binnengekomen. Ja. En vermoedelijk is het dat die, dan Robbie zit te paaien met vrije ticket en al die dingen. Ja. Ja, dat is onrechtmatig, zeg maar, uitgegeven tickets. Want, onrechtmatig uitgegeven tickets in een bedrijf dat in problemen zit. Ja. Ja. Laten we het toch hard, dat doe je niet. Ja. Achter de RVC om zulke duizenden bedragen uitgeven. Ja. Ja, ja. Maar wat deze mensen reisden niet, zeg maar, economic, maar business class waarschijnlijk allemaal. Ja, een paar van die tekenen, de meeste die hij vrienden graven was een business class. Ja. En dan moet je begrijpen dat de teksten waren toch hoog. Ja. Die teksten waren hoger en ze betalen niet. Nee. Want IPB, Je betaalt de ticketprijs niet, maar al die andere moet je betalen. Maar dat zelf wordt niet betaald. Nee. Maar die praat nu met me. Ja. Ik zit hier achter mijn laptop met alle gegevens die de, nu hij weg is. Ja. Kunnen die mensen vrij in het al systeem. Ja. En dan zie je wat voor rommelij deed en al die dingen. Ja. Het was gewoon letterlijk een crimineel die ze hebben binnengehaald als directeur. Ja. Hij heeft het bedrijf vernietigd. Ja. En dat zit hij daar radiostations om. Daarom is hij gevlucht. Ja. Als hij niet gevlucht was, was hij reeds vandaag misschien al aangehouden door de politie. Ja. Ravenberg, dat pand in Rotterdam is verkocht voor 250.000 of iets in de buurt. Ja, maar het was binnen de race wat de RVV had toestemming gegeven. U had toestemming gegeven? We verwachten een minimale bedrag van 250 en een maximaal van 300 voor het pand. Ja, maar in de media is in omloop dat het bedrag veel meer waard is. Dat die berichten kloppen dan niet? Nee, we moeten weer, ik denk het niet, ze klappen niet. Dus 250. Er is precies gestort iets van 246.000 zoveel is op die rekening gestort. Nee, dat snap ik. Dat uiteindelijk dat bedrag waarvoor het verkocht is, dat u dat gekregen hebt. Maar het punt dat gemaakt wordt, is dat een pand in Rotterdam, eigendom van de SLM, In een winkelstraat waar panden doorgaans, tussen de 5 ton en 1 miljoen weggaan, waar uw pand ook een van in die rij stond, dat die dus, voor een veel lager bedrag verkocht is. Ja?
Wat wij willen doen, omdat het al verkocht is, we hebben die geluiden gehoord. Ja. Wat er is gaan gebeuren, ja. Wat men denkt, en ja. Het kan zijn dat, en als je kijkt naar Paul de Haan's handeling, kan het, dat hij misschien die taxatierapport we hebben gehad, ja. Dat er via daar al misschien afspraken waren gemaakt van, hey, taxeer het, zo kan het, maar ik moet u zeggen, wat de RVC had goedgekeurd, dat is het. Maar we hebben, en daarom twijfelen mensen over die andere panden. Ja. Misschien moet er nu via de RVC een contracttaxatie worden gedaan door een ander bedrijf. Dat kunnen we weten. Ja. Of die taxatierapport die we hadden gehad, ja. Een goede was. Want ik mag niet zeggen, alles wat we nu hebben gezien, we vertrouwen niks van de hand voor 1 cent. Ja. Maar is het ook niet merkwaardig dat een taxateur van 55.000 voor zijn diensten betaald is om een pand te taxeren of een aantal panden? Nee, nee, die 55.000 is niet in voor werkzaamheden Nederland uitgegeven. Ja. Het is gewoon voor werkzaamheden hier, ja. Die hij ze heeft laten overkomen, ja. Met vrijticket al, en ja. Hier hebben ze die werkzaamheden. En wij om een paar assets hier te taxeren en hoeveel taxateurs hebben we gedaan. En dat is het toch? Ja. Laat mij dit zeggen, laten die mensen duidelijk begrijpen. Ja. De RVC heeft de begroting van januari tot en met juni goedgekeurd. Ja. Met uitdrukkelijke toestemming dat voor alle uitgaven, ja. Buiten de begroting. Ja. De directeur naar de RVC dient teruggekomen voor goedkeuring. Precies. En dat heeft hij niet gedaan. En daarom is hij toen een aparte rekening gaan openen. Buiten de normale rekeningen. Ja, ja. En vandaar, want vandaag zie ik ook in stukken. Hij heeft een beslissend advocaat betaald. Ja. Maar er is ook een andere advocatenkantoor die hij ook had ingenieuwd. Die we ook 26.000 euro something hebben betaald. Dus we zitten met al die dingen en niemand kan ons zeggen, maar wat hebben deze mensen gedaan? Ja, advocatenbureau in Nederland. Ja, in Nederland ook. Dus ja. Naast dat van Bicester, ja. Zijn ook gelden gegaan naar andere dingen. Advocatenkantoren. Ja, ja. Ja, ja. En dus, maar die 126.000 van Bicester is niet, daarbij zijn die 28.000 niet. Nee, dat is exclusief. Ja, dat is apart. En al die gelden heeft hij, al die betalingen heeft hij gedaan. Ja. Met verkoop van de pand in Amsterdam trouwens. We hebben Rotterdam. Rotterdam. De pand in Rotterdam was bedoeld, ja. Voor het infaseren van vliegtuigen. Ja. En dan even helemaal, als je kijkt naar die zaken binnen een week of zo betaald, dat er maar 50 euro maar op die rekening. Is die hij heeft uitgegeven. Ja. Ja, maar even vraag je toch wel, meneer Rappenberg. Dat pand van Rotterdam blijf ik een beetje doorsturen. U heeft uiteindelijk toestemming gegeven, toch, om te verkopen? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar heeft u dan daarvoor ook de onderliggende stukken gehad van een taxatierapport? Wie dat getaxeerd heeft? We hebben die taxatierapport gehad. Ja, ja. Maar en heeft, wij ja? Hebben toen bepaald, ja. We hebben een taxatierapport gehad, dat de, het pand tussen 250 en 300.000 moet opbrengen. Dat heeft u dat hebben jullie gezegd? Ja, de RVC. Ja, maar dat is toch een opdracht die je niet kan geven voor de taxatie. Als u mij een opdracht geeft van dat pand moet je taxeren tussen 250 en 3 ton. Nou ja, dan beperkt u mij toch. Nou ja, dan geeft u mij een opdracht om eigenlijk u in de maling te nemen. Want net wat ik u zeg, uit berichten begrijpen wij dat die panden in die straat, winkelpanden, nou ja, voor hogere bedragen weggaan. En als u die taxateur zegt van, ik wil dat je taxeert voor zo'n 2,50 en 3 ton, ja, dan is die man aan zijn handen en voeten gebonden en dan doet hij dat, terwijl u meer had kunnen vragen. Nee. Ik weet niet precies, ja. Hoeveel er is getaxeerd. Ik heb wel een taxatierapport kunnen zien uit 2020, ja. Waarbij het pand getaxeerd was voor 310.000 euro. Ja. Dat is 2020. Moet je nagaan. Ja, dus het andere wat we hebben gezien, maar afhankelijk van de taxatierapport, ja. Die we hebben gezien, ja. Heeft de RVC toen een besluit genomen van, ja. Het minimaal verkoopbedrag is 300. 250. Oh.
En we verwachten dat maximaal 300.000 Aleppo kunnen invaseren. Ja, ja. Daarvoor hadden ze wel toestemming. We hebben het in een vergadering bediscussieerd. Ja, ja. En daarvoor hebben wij opdracht gegeven. Ja. Had u als RVC, kijk, u kunt natuurlijk op heel veel fronten kennis hebben. Maar had u op dit dossier niet een deskundige om de arm moeten nemen en zeggen, joh, dit ligt er, wat vindt u ervan, ik wil u ons adviseren. Want kopen en verkopen van panden is iets anders dan uitgaven doen of besluiten nemen op het in de lucht houden van een vliegmaatschappij. Want u zegt zelf, hè, in 2020 was het pand getaxeerd voor 310.000. Als u de ontwikkelingen in Nederland volgt, dan weet u dat tussen 2018 minstens, tot en met nu toe, de prijzen met vele tientallen procent omhoog geschoten zijn. He, dus wij hebben informatie dat het pand achteruit was gegaan omdat het niet werd gebruikt. Ja. En wij hebben 3 aanbiedingen gehad, hoor. Ja, ja. Er waren 3 aanbieders. Ja. En okay. Toen is er gekozen voor de dingen, toen hebben we opdracht gegeven. Ja. Wat u zegt, omdat wat er nu gebeurt in het bedrijf, ja. U mag het weten, ja. Alles wat we toen van de Haan hadden gehoord, niemand gelooft het nu. Ja. Omdat we nu in het systeem zijn gegaan, ja. Hebben we gezien dat het gewoon, ik zeg het gewoon, dat het gewoon een crimineel was die hier al die jaren, al die maanden, meer dan bijkans anderhalf jaar of langer zit rond te lopen. Ja. Ja, we ja. hebben heel veel ontdekt waarbij we nader onderzoek gaan doen over bepaalde zaken. Ja. Dat is er in de. Er is een strafrechtelijk onderzoek en bepaalde andere onderzoeken. Want we kunnen niet niks van deze man meer wat hij had gerapporteerd geloven. Ja. Wanneer was die niet. Want als die man kan zitten om op radio te zeggen. Ik heb RVC lid gestopt, want ze gingen vrijdag. Geen licht! Ja. Van het jaar is nog geen enkele RVC lid. Weggegaan op dingen. Een van die mannen en ik ga heel binnenkort moeten weggaan voor onderzoek. Maar niemand is weg, alleen één FVC-lid van ons was daar gebleven. Ja. En die moest terugkomen. Wat hij daar stond te praten en dat hij geen mensen kon afvloeien, want de politiek heeft mensen hier gezet en zo. Helemaal leugen. Ja. Personeel kost deze fractie voor wat hij al die tijd zit uitgegeven en altijd. Nu pas zien we waarom we steeds ja. weer geldproblemen hadden. Vliegtuigen konden niet door. Hij zat juist zichzelf en zijn vrienden te verrijken. Ja. En had iets te maken of die vliegtuigen in de lucht zouden gaan of niet. Ja. Dat hebben we niet ontdekt. Ja. Kortom, ze hebben. Het was echt een Jampatu SLM. Hè? Zogenaamd. Ja, het was een Jampatu voor ja. Tahan en zijn vrienden. Ja. Ja, en kijk, morgen ben ik weer, afgelopen donderdag ben ik verhoord door de politie. Ja. Van 8:00 tot 2:30. Ja. Morgen vermoedelijk ben ik weer bij de politie. Ja. Alleen dat we hier zitten met stukken er worden geprint. Je ziet het aan medewerkers dat ze emotioneel worden voor wat ze hebben doorstaan. En om al die tijd dit te zien dat die man bezig was met dit. Ja. Medewerkers worden gewoon emotioneel. Ja. Ja. Als we het overal nu bekijken, de president zegt 80%. Van het herstelplan, de reorganisatie, is zo goed als afgerond. Klopt dat? Ik kan dat niet beoordelen, dus wij hebben, dus dat zeg ik u. Een plan die ik niet heb gehad, kan ik niet beoordelen. Dus ja, maar als u naar de organisatie kijkt, u kent de organisatie door en door, hè? Hoe het staat, hoe het voorstond. Hebt u daarin veranderingen gezien die 80% anders is dan het was? Ik ben er pas januari aangetreden. Ja. En we zijn sinds ik er ben was het alleen maar problemen. Dus ik moet die veranderen nog zien. Maar ja. Dat zei ik, ik kan pas een uitspraak doen ja. wanneer ik het herstelplan heb. Ja, maar goed, dat herstelplan heeft u nu gekregen, krijgt u ook niet. Heb ik de indruk. Ja, dus ik heb hem misschien krijgen we het nog. Ja. Maar tot nu toe kunnen we dat niet beoordelen. Ja. Ik kan de uitspraken van de president niet beoordelen. Nee, oké. Okay. Ik heb meneer Samson, Cedric van Samson, horen zeggen dat heel de RVC de bak in moet. Ja, ik heb hem gehoord en we zijn goed op elkaar. Ik heb direct contact met hem opgenomen. Ja, hoor. Ja. Van, hey broeder,
U bent ernaast. Oké, hij vond. En toen ik hem zei dat we het herstelplan niet hadden. Ja. Want hij zei, nu pas trekt de RVC aan. Is wat in de gemeenschap lief. Ja. Daarom komen we nu uit als RVC. Ja. In een normale situatie. Ja. Zou de hele RVC naar huis gestuurd moeten worden. Ja. En als we de bak in moesten, dan moesten we. Maar nu pas hoort men van, we hebben niks. Je kan ons geen verwijt maken van het herstelplan, omdat nu pas begrijpt de gemeenschap dat wij het niet hebben. Ja. Dus wat niemand die mannen als DNA lid staat van, ook niet kwalijk. In een normale situatie, letterlijk over fire. Maar nu niet. Maar goed, hij doet een uitspraak en hij zegt van dat de situatie zoals die vandaag is ontstaan, is te danken aan het feit dat jullie je taken niet goed opgepakt hebben uitgevoerd. Jullie hebben je taken verzaakt. En want jullie zijn de mensen die moeten controleren. Hij vergeleek de rol van het parlement richting de regering. En hij zegt van, die rol heeft de RVC bij de SLM. En die hadden daar bovenop moeten zitten. En als ze zagen dat er onoorbare zaken plaatsvinden, dan hadden ze gelijk. Als ze zelf de zaken niet ten goede konden keren, aan de hoogste bel moeten trekken. In dit geval bij de groot aandeelhouder, de staat, de president. En op dat punt zegt hij van ja, dat jullie de andere kant hebben gekeken, opgekeken. Nee, hij dacht, daarom zeg ik, ja, dat leeft binnen de gemeenschap. Ja. Maar gisteren toen ik het heb gehoord en contact met hem, ja, heb opgenomen, ja, hebben we elkaar en toen pas begreep hij hoe het is gekomen. Ja. Ik heb hem gezegd, ja, Cedric, je kon gelijk hebben, maar net als jullie van het parlement, ja, de plan niet hebben gezien, herstelplan. Ja. Hebben wij van de raad het ook niet? Nee. En al die fraudeleuze zaken zijn gebeurd. Onder man van uitvoeren herstelplan. Ja. Maar als de regering uithoofde van de minister van Bibelje zegt, er zijn confidentiële zaken erin. Hele plan kan niet gedeeld worden. Zelf het parlement heeft het plan niet. En ja, nu moeten ze partijen wel men achter gesloten deuren vergaderen. Wat heeft men zo te verbergen? Ja. Dus toen ik hem dat uitlegde, toen begreep hij de situatie hier. Ja, maar denk je... Ja, maar ik begrijp dat het zo moet zijn. Maar dat is het niet, hoor, broeder. We hebben niks gehad. Nee. En men was gewoon bezig hier. De president-commissaris was elke dag hier. Bij de directeur. Ze zaten samen in, op zijn kantoor. Van 8 uur 's morgens tot als het 4 uur is of 5 uur. Ja. Ga naar die medewerkers, zoeken informatie, doen en dingen. De rest van de RVC was bezig met zijn normale. Dat is wanneer we dingen kregen voor werk. Uitnodiging voor vergaderen. Dat kwamen we. En men was gewoon bezig andere zaken te doen. Ja. Ja. De president-commissaris was eigenlijk een superdirecteur geworden. Ja, dat wel. Ja, dat ja, was elke dag hier. Ja. Ja. Dat vervelend van de medewerkers ook hebben, ja, bij ons gevraagd. Ja, maar wat deed zij dan? Want Paul de Haan was eigenlijk de man die de... Ik weet het niet. Ja. Zij was hier, ze vindt het. Als je vraagt, ik ben lid van het crisismanagement team. Ja. Dus ze was hier en ze deden al. En ook bij finance hebben die medewerkers al gezegd. Want als Paul de Haan, alvast aan die mensen zeggen, behalve de pres kom, mogen ze ons geen informatie geven. Dan gebeurt er wat toch? Ja. Had u niet... En hoe hebben we die zaken ontdekt? Omdat deel van de auditcommissie, ja, haar werk moet doen. En zo zijn we op heel wat dingen beginnen te stuiten. Ja. En toen dat papronoot is gekomen, zie je, heeft Paul de Haan de benen genomen naar Nederland. Ja. Ja. Als hij zo eerlijk was, waarom is hij daar verklaard? Hij moet hier zijn. Ja, hij zei, hij moet daar in een radiostation. Ja. En je als volgt het blijft hier. Ja. Meneer De Haan zegt van die kwestie bij Sisser, de RVC is nu toch wel behoorlijk op mij te fitten, maar zij hebben mede besloten om die man binnen te halen en ook die contract met hem aan te gaan. Welke man? Bij Sisser. Hij ligt. We wisten niet dat is een puur leugen als hij dat zegt. Hij ligt als meer dan het gedrukt staat. We hebben hier gevraagd in die zaal waar ik nu met u gesproken heb. Ja. Hier vergadert de RVC. Ja. Wat is de taak van Pranoop die Sisser? Want we vernemen dat hij elke dag hier is. Ja. De pres kwam heeft ons gezegd. Hij is adviseur van het crisismanagement team. We hebben gevraagd, wordt hij betaald? Ze heeft antwoord gegeven. Maar
Hoe betalen jullie die kosten van crisismanagement team? Er is een speciale pot. We vragen weer maar, hoe is die pot samengesteld? Geen antwoord en die hele vergadering is toen begonnen te escaleren totdat het is geëscaleerd. En de president zelf, niemand wist dat Pronoud Bissesser is. Pronoud Bissesser is hier toegevoegd door de president, maar niemand heeft mededelen gedaan aan de raad. Jullie wisten, we wisten niet dat hij hier was. Jullie wisten niet wat hij kwam doen? Was totaal niet... We wisten niet wat hij hier kwam doen. Ja, was niet... We wisten ook niet dat hij namens de SLM op reis ging. Niemand heeft dat besproken met de raad. Het is nooit in de RVC besproken? Nee. En, het is nooit de dag dat het is besproken. Die dag is zijn zaken geëscaleerd. Ja, maar in de tijd, dat bedoel, Pronoud zat al een tijdje bij jullie in de organisatie, hè? Ik neem aan dat tussen januari en nu... toch wel vergaderingen zijn geweest van de RVC. Zeker weten. Met de Haan. Hebben jullie dan die vraag niet gesteld? Van broeder... Maar dat zeg ik u, we wisten niet eens. Pronoud kwam hier op tijden dat de raad niet hier aanwezig was. Wat hij kwam doen, mensen zien hem. Maar meneer Ragenberg... Niemand vanuit de regering heeft ons meegedeeld dat hij deel uitmaakt van het crisismanagement team. Nou ja, ik heb... Dat toen wij hier hebben gevraagd. Ja. Er zijn zoveel zaken... geheim gehouden voor de raad. Maar meneer Ravenberg, u leest toch de krant. Ik heb in de media de man gezien in de aanwezigheid van meneer De Haan tijdens SLM-overleg. En is ook in de media gemeld dat hij door de president toegevoegd is aan het crisismanagement team van de SLM. En dat kon je, dat stond met vetgedrukte letters. Heeft u dat niet gelezen? En welke krant? De lokale dagbladen. Wij hebben altijd gevraagd, wat is de taak van die man? Op die laatste vergadering pas heeft een collega gevraagd. Ja. En dat was bijna 4 weken geleden. Ja. Maar wat is feitelijk de taak van Pronoud Bissesser? En daar heeft u geen antwoord op gekregen. En daarop worden we, hij is adviseur van het crisismanagement team. Ja. Is hij er vanaf het begin te... Nee, hij is laatst toegevoegd. Ja. Die antwoorden die we hebben gehad. Ja, ja. En toen, en hij was onbezoldig lid van het management. Dat hebben we begrepen, maar toen heeft Leo gelijk gebeld met Paul. Ja. Dat Paul, je hebt me iets gezegd, maar het klopt niet. Ja. Ik heb informatie dat Pronoud wordt betaald. Paul heeft Leo gezegd, het is niet waar. Ja. En over een paar dagen krijgen we die stukken van die overmaken naar Pronoud's rekening. Ja. Is het ook, en dan zien we bedragen van 335 euro per uur, hè, voor 60 uur per maand. Maar we zitten in een crisis. Ja. En we hebben gevraagd, kom terug naar de raad dat er wat is. Je bent niet teruggekomen naar de raad. Nee. Ja, een hoop gedoe. En nou zegt meneer De Haan, moet luisteren, dat ding in Suriname, SLM. Prachtige organisatie, daar valt wel iets van te maken. Maar het is een partijpolitieke organisatie. Waar je bijna geen verandering in kunt doorvoeren. Want het is een kleine organisatie. Met 600 medewerkers, te veel voor zo'n kleine organisatie. En dat betekent dus als je die organisatie gezond zou willen maken, dus financieel zou willen ontlasten, dan zou je moeten beginnen met het snijden in het personeel. Maar het gaat niet, want al die mannen en vrouwen die daar werken, die hebben een lijn naar de politiek. Dus als je om iets te noemen, meneer Ravenberg zou vragen om of zou willen ontslaan, dan is de politiek die dan erop terugkomt, zegt dat kan niet, want het is mijn vriendje of het is mijn neefje of mijn nichtje. Is dat zo zwaar in die organisatie, dat het allemaal politiek, zeg maar, bepaalde bedoelingen zijn? Het kan, maar De Haan liegt. Waarom is hij dat hier niet aangegeven? Ja. Waarom is hij dat hier niet aangegeven pas toen hij vlog? Hij heeft toch wat medewerkers laten gaan? Ja. Niet iedereen wil graag afgevloeid worden in een moeilijke tijd en al die dingen. Wat hij daar aangeeft is puur nonsens. Ik heb geen zin om op dat van De Haan te gaan. Hij is een moeilijke organisatie. Zo mooi was, waarom heeft hij een troeper van gemaakt om zichzelf te verrijken? Dus al die dingen die hij daarna zat, die dingen luister ik niet omdat je niet eerlijk bent geweest al die tijd die hij hier zat. Je was hier om via je vrienden jezelf te verrijken.
Dat was hij bezig hier te doen, dan moet hij het niet afwentelen op die arme medewerkers. Ja. Ik wil dat van de hand hebben, hij is een crimineel. Ja. Wat is hij? U vindt dat hij een crimineel is en dat blijft hij bij. Hij is een crimineel, ik heb die bewijzen hier. Ja, ja. Een doorgewinterde, geraffineerde crimineel is Paul de Haan. Ja, u zei in een interview dat u beperkte zich niet tot meneer de Haan, maar u zei van de Haan, mevrouw... Die Visser en Safira, het was een drietal. Ja. Die het meest corrupte in een bedrijf top hebben gedraaid. Ja. Want ze wisten alles en al die dingen. Safira was erbij. Ja. Het was gewoon een corrupte drietal, een bende, ja. Een roversbende. Dat waren ze. Ja, ja. Ja, duidelijk. Meneer, ik bedoel, u bent nu in gesprek met de politie, hoor ik. Daar heeft u... Ja, de politie doet onderzoek naar die strafbare feiten. Ja. Ik heb hier alles en morgen, ik bel ze later of ik morgen wel naar ze zal gaan. Ja. Als ik alles heb wat ze gevraagd hebben. Maar het is gewoon een onderzoek bij de politie. En als u de feiten zoals u die benoemt, u heeft feiten, zegt u, waaruit blijkt dat ze zeg maar... zichzelf verrijkt hebben, de organisatie leeggeroofd hebben, geplunderd hebben, hoor ik u zeggen, dan is het een uitgemaakte zaak dat uiteindelijk het Openbaar Ministerie tot vervolging over zal moeten gaan. Daarom toch, denk je dat Pronoop zomaar geprobeerd heeft te vluchten? Ja. Denk je dat de Haan zomaar is gevlucht? Ja, ja. Omdat ze weten dat wat er heet onder de voeten. Ja, ja. Pronoop heeft ook de benen genomen. Is hij echt gevlucht? Dat hebben we gehoord, ja. Dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Ja, dat hebben we gehoord, want gisteren luisterde ik naar een programma en men probeerde hem te bellen, ja. Maar hij nam niet op. Nee, maar hij neemt niet op. Neemt voor niemand, denk ik, op dit moment. Maar dus u twijfelt of hij inderdaad weg is. Hè? U denkt dat hij nog in het land is. Ik twijfel, ik weet niet of hij in het land is, maar ik heb nog geen bewijs. Maar als je geen paspoort... Ik hoop dat hij wel in het land is. Ja, maar zijn paspoort... Deze mensen mogen hun straf niet ontwijken, want wij gaan ook hier checken. Ja. Als RVC. Ja. Paul de Haan mag rennen, maar die frauduleuze handelingen die hij via onze afdelingen daar heeft gedaan... Ja. Gaan we checken met onze weerstof om daar niet kunnen vervolgen. Automatisch. Dus hij is helemaal nog niet schotvrij van ons. Ja. Ja, nee, duidelijk. Maar even voor die kwestie, beslisser. Wij hadden toch wel gehoord dat het Openbaar Ministerie zijn paspoort had ingenomen. Ja, dat klopt. Dat is in de media. Maar zonder paspoort kun je toch niet vliegen. Dan kun je toch niet het land uitlaten. Of je moet gaan zwemmen. Maar dat zal hij natuurlijk niet doen vanuit de Atlantische Oceaan naar de Noordzee. Dus we weten niet, maar wanneer de PG een besluit heeft genomen. Ja. Vanwege het belang van het onderzoek. Ja. Dat niet iedereen zich daaraan te houden. Ja, 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 oké. Dan nog een laatste vraag, meneer Ravenberg. Inmiddels heeft de president twee nieuwe leden toegevoegd aan de SLM in de vorm van interim management team, een directeur of een CEO en een president-commissaris. Is dat de uitdaging voor de SLM? Zijn dat de mensen die uiteindelijk de organisatie weer in rustig vaarwater kunnen brengen? Ja, dat zijn mensen die al in de organisatie zitten. De heer Gonnes was de tweede man. Ja. En de heer Leising, die waarnemers presscommissie, was het samen in de raad. Hij is de huidige secretaris. Ja, oké. Dus er zijn niemand van buiten gekomen. Zelf dat team houden door. Ja. Dus dat is op het plek zelf, de mensen. Ja, en daar heeft u vertrouwen. Met die mensen denkt u dat jullie... Ja, we hebben vertrouwen met die mensen. Dat mag ik goed zeggen. Ja. We hebben gewoon vertrouwen. Ja, oké. We staan nu op een punt waarbij heel veel fout is. Financieel, organisatorisch. Op wat voor termijn denkt u dat er maatregelen getroffen moeten zijn... Wil de organisatie naar de toekomst toe nog levensvatbaar zijn? Elk minuut technisch, omdat de tijd dat men bezig was al om crisisplan uit te voeren, en denk dat men daarmee bezig was, waren die mensen bezig met andere zaken. Ja. Dus dit zal je versneld bepaalde beleidsbeslissingen moeten nemen vanuit de regering om toch wel, want je krijgt achterstanden in alles wat je had gepland, dat je dacht dat je bezig was met de juiste mensen. Want je was gewoon bezig met een criminele kiekje dan. Dus dat is dat heel ding. Oké.
En u bleef lid van de RVC? Ja. Ik ben lid van de RVC. Dus. Ja. Ik ga u bedanken voor dit gesprek. Jawel, ook u bedankt en een prettige dag. Eens gelijk. Dank dat u heel veel uit de doeken gedaan heeft. En we komen wel eens een keer terug als het nodig is. En nogmaals, dank voor dit moment. Dank, dag. Dank u.